zou moeilijk zijn. En nu is het prachtig. Hij komt net uit Doorn. Nou, daar zeker nog. Hallo, welkom bij de officiële. Goedemiddag. Je hebt je mooie zonnehoed op. Ja, gezellig. Ja, Buitenleien Burgers, welkom. Namens Vroeger en Nu mag ik u als voorzitter hartelijk welkom heten op deze plek. Daar zijn wij als Vroeger en Nu super trots op dat u er bent. Super trots dat Open Monumentendag hier is. Super trots dat de burgemeester er is. En super trots dat zowel de boeren, de buitenleien als de burgers er zijn. Maar van Open Monumentendag, daar liften wij een feitje in mee. Waar wij zoveel vertrouwen in hebben dat het zich gaat combineren, dat we al ideeën hebben voor volgend jaar. Dank u wel. Ik zal het nog korter proberen te houden. De aanleiding van dit geheel is en blijft toch de Open Monumentendag. Dat is een internationaal gebeuren, ook in Driebergen. Ik ben erg blij dat we steeds meer met elkaar gaan samenwerken op dit punt. Het gaat in feite toch om de aandacht voor het culturele goed van Driebergen. Voor de burgemeester vandaag een opening van de Windportekeer. Chef Bennen. Ja, chef Bennen. Ja, papa. Ja, zeg, het is een botte schaar, maar het is gelukt hoor. Allemaal naar binnen. Meneer Spasma, is heel blij dat hij buiten daar zijn wij om alleen maar de huizen te lopen, of niet? En een boer is meer tastbaar. De eerste boer die we tegenkomen, en dat is ook tevens de mooiste boerderij van Driebergen, die geen boerderij meer is de boerderij de 1.